Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag is het zondag, het is nu 5:30. Ik ben net omgekleed en nu ga ik nog heel even naar beneden. En dan ga ik wachten. Ga werken. Dit is hoeveel ik vannacht heb geslapen. 5 uur en 35 minuten. Ongeveer van... 20 voor 10. 20 voor 12 tot 5 uur 15. Hallo. Tijd om te vertrekken. En ik dacht eigenlijk dat de vermoeidheid erger ging zijn vandaag. Maar op zich valt het best nog wel mee. Ben ik super wakker? Nope. Val ik in slaap? Op dit eigenste moment ook niet. Ik ging sowieso wel in slaap zijn vallen als ik nog 4 minuutjes of zo had blijven liggen. Maar ik was slim en ik heb dat niet gedaan. En nu gaan we vertrekken. Lastig. Ik zit al heel de tijd tegen jou. Ik heb ook zo last van mijn schouders en van mijn nek. Ik hoop dat het een beetje weg is, anders ga ik gewoon in slaap vallen. En ik weet, ik doe dramatische kwaspels, ja. Ja, rond 10:30 in mijn bed, maar toen ik dan in slaap viel was het 12 uur en... Ik ben er gewoon niet gewend, want ik leef als een oma. Ik leef echt zo... Nou, normaal in mijn bed om 9 uur te slapen. Soms slaap ik ook al om 8:30. Dus ja. De oma was dus laat in haar bed. Ik moest dit 10 uur werken en ik ben nu thuis. Yay! En nu ga ik achter mijn cursus kruipen, denk ik. En alles opladen, want mijn gsm is plat, mijn horloge is plat en mijn vlogcamera ook. Oh nee, eerst kruisels. Ik heb precies iets te ver in een garage gereden. Hoi! Deze morgen heb ik een beetje aan werkveld in de communicatie gewerkt en nu ben ik bezig met Engels. Hallo! Dus ik heb Engels gedaan en daarna ben ik dingen op mijn tweedehands en Vinted account gaan zetten. Linkje hieronder. En nu ben ik aan het meal preppen. Ik heb heel weinig klaargerechten in de diepvries. En ik merk dat tijdens volle werkdagen dat ik nog heel slecht toekom aan het koken. Dus dat ben ik aan het doen. Dit wordt een bolognese saus voor in een lasagne. En dit wordt mijn eigen variatie op een gerecht dat ik heb gekregen. Dus dit gerecht, pompoen curry met couscous. Gebaseerd op de Weight Watchers, dus mijn versie is daar alweer op gebaseerd. Ondertussen kijk ik tv op mijn iPad en nu ben ik aan het kijken naar de repair shop. Ik heb echt zo'n heftige saus gemaakt die je bij alles kan eten. Dus dat is handig voor de diepvries. Ik heb ook een pompoentje gemaakt. Ja, we hebben die eens laten vallen. Ondertussen is mijn lasagne ook klaar en hij ziet er echt delicious uit. Mijn bed, de avond is gevallen.
Het is nu iets na 8. Ik was eigenlijk van plan om nog vroeger in bed te kruipen. Maar ja, ik wou me nog klaarmaken voor morgen en zo. En ja, het iets te lang bij het gekeken en te laat. En te laat bijna eten ook wel. Aan het kijken, ik zie een vlak op mijn muur en denk dat het mug is. Maar niet zeker. Oké, ik ga nog even de reizenjaar lezen.